ADO Den Haag speelt, als alles goed gaat, zaterdag op een nieuwe grasmat. Vrijdagmiddag is er begonnen met het vervangen van het oude gras. Daar bleef het water op staan. Daarom werd vorige week de wedstrijd tegen Vitesse afgelast. De kap van bijna 200 bomen aan de langste laan van Nederland gaat voorlopig niet door. De rechter heeft een streep gezet door het plan van de gemeente Den Haag om aan de laan van Meerdervoort tussen het Azaliaplein en de Torbekkenlaan de bomen weg te halen. De gemeente zou haar besluit niet goed hebben onderbouwd. Als ze dit wel doet, kan de kap alsnog doorgaan. De man die vrijdagochtend dood werd gevonden in de Columbusstraat in het Haagse Regentessenkwartier was van het dak gevallen. Dat meldt de politie. Het gaat om een 27-jarige bewoner van de straat. De man werd rond 7 uur door een voorbijganger gevonden. Hij lag op straat tussen twee geparkeerde auto's. Het grote Peace One Day concert is zaterdagavond te volgen via TV West. Vanaf 7:30 zijn de optredens live te zien. Het concert wordt elk jaar in Londen gehouden en dit jaar is Den Haag aan de beurt. Het podium staat in het tuin van het Vredespaleis dat 100 jaar bestaat. Er treden bekende artiesten op, onder wie dit jaar Kane en Natasha Bedingfield.